Marjan, jij bent een van de oprichters van Connecting Friends. Ja. Dat is welkom hier in Utrecht, dankjewel, want je hebt een behoorlijke reis erop zitten. Ja. Want waar kom je nu vandaan? Nu kom ik uit het zuiden van het land, maar ik woon in het noorden, ja, bij Groningen. Ja, ja. Een hele mooie omgeving. Ja, zeker weten. Ja. Vertel eens, wat is Connecting Friends? Als je me mijn gang laat gaan, dan praat ik uren door. Maar de korte versie dan. Het is misschien leuk om te beginnen hoe we op het idee gekomen zijn, dan wordt direct duidelijk wat het is. Ja, tuurlijk. In het jaar 2014 zijn mijn partner Jan en ik in een situatie gekomen waarin de kinderen het huis uit waren. En we zijn allebei zelfstandig ondernemer, dus min of meer eigen tijd beschikbaar. En toen dachten we, weet je wat, we gaan eens een fietstocht maken. Dat hebben we nog nooit gedaan, we gaan eens op de fiets op vakantie. En toen werd ons geadviseerd om dan te overnachten bij vrienden op de fiets. Dat leek ons erg leuk. Dat is een concept waarbij je dus inderdaad bij mensen thuis overnacht en daardoor leuke ontmoetingen hebt. Dat was het beeld en dat waren de verwachtingen waarmee wij op pad gingen. Toen zijn we, om een lang verhaal kort te maken, in 6 dagen van Groningen naar Maastricht gefietst. Ja, mooi afstand. Dat was al een hele mooie prestatie, want we hadden, zoals ik zei, nog nooit eerder gefietst. Ja. En in Maastricht trokken wij de conclusie samen dat het fantastisch was geweest. En dat we prima overnachtingsplekken hadden gevonden. Maar dat de ontmoetingen waar wij op gehoopt hadden, die waren eigenlijk achterwege gebleven. En naar ons idee komt dat vooral doordat als je op zo'n manier bij mensen thuis komt, heb je een rol als betalende gast. En de ander heeft de rol als gastheer. Ja. En het is eigenlijk een soort van bed and breakfast omgeving, heel goed mee te vergelijken. Maar hoe betaal je? Je betaalt niet veel, je betaalt per persoon €19 voor een overnachting en ontbijt. Mm-hmm. Dus als je met z'n tweeën komt, een kleine €40. Ja. Dat is natuurlijk niet duur, maar toch, de factor geld speelt een rol. Ja. En wij hebben het zo ervaren dat dat voor veel gastadressen toch ook wel heel belangrijk is. Plus, dat je allebei niet van elkaar weet of je echt een ontmoeting wil. Mm-hmm. Die ander kan wel denken, ze komen alleen voor een overnachting en die bied ik ze en dan is het goed. Ja. Dus de communicatie daarover is dan moeizaam. En het gevolg daarvan is, je krijgt keurig een kamer, je krijgt een ontbijt, allemaal goed en je betaalt netjes en je gaat weer weg. Of dat is gewoon meer zo van een bed and breakfast ervaring. Ja, eigenlijk een bed and breakfast ervaring. En we horen ook vaak van mensen dat er adressen genoeg zijn waar je wel een leuk gesprek hebt. En dat zal ook zeker zo zijn. Maar toch, je hebt een rol als betalende gast. En precies dat is wat wij dachten, dat zou niet zo moeten zijn. Mm-hmm. Als je iemand ontmoet, iedereen kent ervaringen in zijn leven als je op reis bent. En je ontmoet spontaan andere mensen. Je raakt met elkaar aan de praat. Soms zeggen ze zelfs, kom mee naar ons huis of wil je wat eten. Dat zijn echte spontane ontmoetingen en die zijn prachtig. En dan speelt geld geen rol. Ja. Dus wij dachten, wij willen iets bedenken waar geld geen rol bij speelt. Een systeem waar niemand rijk van kan worden, maar waar toch heel veel mensen van kunnen genieten. En daarbij zou de ontmoeting centraal moeten staan. Nou, dat idee was de basis voor Connecting Friends. Want in een notendop is Connecting Friends een platform voor gastvrije reizigers. Dat is de term die wij bedacht hebben voor de leden. Gastvrije reizigers, dat zijn mensen die en graag op pad gaan en het echt leuk vinden mensen in hun eigen huis te ontvangen. En elkaar daar niets voor betalen. Dus als je lid bent van dat platform, dan heb je ontmoetingen met anderen zoveel je wil. Bij jou thuis of bij de anderen thuis. Je betaalt elkaar niets. En daar komt bij dat wij dit ontwikkeld hebben. Omdat we waren allebei rond de, ik nog iets voor de 60 en mijn partner iets na de 60 toen we hiermee begonnen. Wij willen graag iets achterlaten op deze wereld wat de moeite waard is. Mm-hmm. En we hebben allebei onze business, daar verdienen we ons geld mee en dat is prima. Maar los daarvan dachten we, hebben een droom van een betere wereld. En dat is heel erg ambitieus en misschien heel idealistisch. Maar die droom hebben we wel. En wij zijn ervan overtuigd dat mensen, als ze elkaar durven te vertrouwen, dat er dan hele mooie dingen ontstaan. Ja. En dat er heel veel mensen zijn die graag meer sociale contacten zouden willen hebben dan ze hebben. Ja. Iedereen roept wel van, oh, ik heb zoveel vrienden en ik heb het zo druk, zo druk, zo druk. Maar er zijn toch erg veel mensen die of alleen of met z'n tweeën heel veel tijd gewoon in hun huis doorbrengen. En denken van, nou, het is toch wel een beetje saai misschien. Ja. Ik zou wel wat meer leven in de brouwerij willen. Nou,
Dat bij elkaar maakt Connecting Friends een platform voor mensen die dus en ontmoetingen willen en gasten willen ontvangen in hun huis, elkaar daar niks voor willen betalen. En het mooie daarvan is dat alle leden hebben diezelfde droom van een betere wereld en doneren daarvoor 5 euro in de maand in een spaarpot. En met dat potje ondersteunen wij financieel projecten. Projecten die door de leden worden aangedragen. Ja. En om je dat heel concreet te maken, een van de leden is een vrouw uit Kaapverdië. Zij is daar geboren. En ze woont al 40 jaar in Nederland, in Rotterdam. Maar ze woont de helft van het jaar op Kaapverdië. En zij heeft als droom dat ze kinderen op Kaapverdië wil opvangen als ze peuters zijn. Omdat dat op latere leeftijd heel veel goede dingen oplevert. Dus haar droom is een crash, die heeft ze gerealiseerd. Daar is een crash, maar daar heeft ze natuurlijk voortdurend geld voor nodig. Mm-hmm. Dus de eerste officiële donatie namens Connecting Friends is geweest een bijdrage aan de crash op Kaapverdië. Ja. En die zijn we zelf gaan brengen in de handen van degene die dat geld ook nodig heeft. Dus er zit ook niks tussen. En Maria, die vrouw die dat heeft geïnitieerd, die is in principe verantwoordelijk voor de besteding van het geld. Ja. Het komt ook op de website te staan. Alle leden kunnen dat controleren. Dus ja, het komt erop neer dat al het geld dat binnenkomt met die 5 euro per maand gaat naar projecten. En leden hebben daarnaast grote besparingen. Doordat ze elkaar zonder kosten maaltijden, overnachtingen, ontbijt, ja, allerlei leuke dingen aanbieden. En het gaat echt om mensen die reizen van plaats A naar B, of kan het ook binnen een stad zijn? Gaat het alleen over overnachtingen? Of ook bijvoorbeeld alleen een diner, lunch of ontbijt? Kan eigenlijk allemaal. Dat is helemaal afhankelijk van wat de leden zelf willen. Maar centraal bij alle ontmoetingen, of ik zeg het eigenlijk al, centraal staat een ontmoeting. Mm-hmm. En niet een gratis overnachting. Ja. Dat misverstand willen we absoluut niet hebben. Ja. Want daar gaat het niet om. Dat je bij iemand ergens een bed hebt waar jij midden in de nacht in kan rollen, omdat je zo graag eens een keer een avondje in Groningen wil stappen of zo. Dat is niet de bedoeling. Nee. Wat de bedoeling is, is mensen aan te trekken die het leuk vinden nieuwe mensen te ontmoeten. Ja. En dat kan dus best zijn dat jij lid wordt en stel je woont in de stad Groningen en je wordt lid en je ziet, hey, 10 straten verderop is ook iemand lid van Connecting Friends. Die ken ik nog helemaal niet, wat leuk. Dat is blijkbaar iemand die ook graag nieuwe mensen wil ontmoeten. Mm-hmm. Nou, daar ga ik eens een avondje mee afspreken dat we samen gaan eten. Of ja, samen een museum gaan bezoeken, of wat dan ook. Hè, maar voor reizigers, zoals met zo'n fietstocht, als waar ik het net over had, is het natuurlijk erg prettig als je ergens ook kunt overnachten. Ja. Maar het gaat meer om de maaltijd samen, waarin je juist die ontmoeting dus volop echt hebt. Gewoon net rondom die ontmoeting. Ja. En ik hoor ook juist, hè, natuurlijk kun je zeggen van, goh, misschien is het een beetje een luxe oplossing voor mensen die ook kunnen reizen. Maar het is wat je ook aangeeft, als je bijvoorbeeld kunt fietsen. Ja. En als je ook gewoon zelf een woning hebt die je ook beschikbaar kunt stellen voor anderen. Ja. Is eigenlijk gewoon voor iedereen toegankelijk. Ja. En jij zegt twee dingen waar ik graag even op in wil haken. Ja. Jij zegt een luxe. Het is grappig dat juist, en dat hadden wij eerst ook niet zo gezien, maar juist mensen die een kleine beurs hebben, mm-hmm, weinig geld hebben om te reizen, misschien zelfs te weinig geld om überhaupt een weekendje weg te kunnen, die kunnen dat nu dus wel. Ja. Want er is iemand lid geworden, die vrouw zit in een bijstandssituatie en die zei, voor mij is dit geweldig, zegt ze, want ik vind het prima als er mensen bij mij komen, want ja, wat kost het nou om iemand een bord macaroni voor te zetten, bij wijze van spreken, en een bed te geven. Ja. En zij kan, heeft ze alleen maar reiskosten. Als ze gaat fietsen, kost het ook nog niks. Ja, of via BlaBlaCar. Bij iemand gaan logeren en een leuk weekend hebben zonder kosten. Ja. Ja. Ja, dus dat is hartstikke mooi. En het tweede wat jij net zei is, even denken, dan ben ik het even kwijt. Er was nog iets waar ik... Misschien kan luxe. Ja, nog op. Ja. Dus, maar als je eigenlijk de ontmoeting staat centraal, het is natuurlijk ook heel erg vanuit het ideaal gedreven. Ja. Je hebt ook zelf gefinancierd de website. Klopt, ja. Kijk, wij, dat vertelde ik al, toen we begonnen waren, toen hadden we ruimte in allerlei opzichten. Kinderen het huis uit. We hebben allebei ons business waar we goed van kunnen leven. Dus we hadden ook wel niet heel veel, maar een beetje geld ter beschikking. En we dachten van, nou, als we dit nu gaan doen,
dan bouwen we ook echt een goede website. Ja. En dat, nou, mensen die daar ervaring in hebben, die weten het wel. Dat kan aardig wat moeite en tijd en geld kosten. Ja. Maar uiteindelijk hadden we een mooie website gebouwd, maar daar waren we niet helemaal blij mee. En toen hebben we als een soort pilot ook wat tekortkomingen in het systeem ontdekt. En toen hebben we in 2016 een nieuwe website gebouwd. En pas in november 2016 was de nieuwe website klaar. En daar is het concept zoals we het hebben willen. En nou ja, nu draait dat. En ja, daar heeft, zit aardig wat tijd en geld in, dat klopt. Ja, we hebben gedacht, het is beter hierin te investeren dan dat het ergens op de bank staat met 0% rente. Ja. Dat is ook jammer. Of naar belasting is ook niks natuurlijk. Ja, nee, dus daar en, zit... En op wat voor manier heb je de gebruikers, in ieder geval de eerste gebruikers, op het platform gekregen? Ja, wat logisch is natuurlijk, in je eigen sociale netwerk ga je vertellen wat je aan het doen bent. En een aantal van onze vrienden, familieleden waren meteen enthousiast en die zijn lid geworden. Aanvankelijk hadden wij het idee, dan gaat het heel snel doordat zij ook weer mensen vragen, maar dat bleek toch wat moeilijker. Mm-hmm. Kijk, het verhaal zit bij mij tot in mijn tenen, maar voor een ander is dat veel moeilijker. Ja. Dat is veel lastiger om dat te vertellen en ze hadden ook een beetje het gevoel, ik moet het dan verkopen aan een ander. Nou, dat moet niet zo zijn. Dus in het tweede concept, of de tweede versie van de website, is dat minder het geval. Iedereen die dit hoort en denkt, ik voel me een gastvrije reiziger, die kan naar de website gaan en zichzelf aanmelden als lid. En dan, nou ja, daar moeten we de groei van hebben. Dat gaat nog niet heel hard, want wat wij merken is, mensen huiverig zijn voor vreemden in een huis. En dat is eigenlijk heel gek, omdat miljoenen mensen over de wereld gebruiken Airbnb. Honderdduizenden gebruiken couchsurfing. In Nederland zijn 80.000 mensen lid van Vrienden op de Fiets. Die allemaal het aandurven om bij een vreemde min of meer te gaan logeren. Misschien hetgeen wat je ook aangaf, hè, wat je bij een Airbnb, maar ook Vrienden op de Fiets opviel. Juist die verschillende rollen van klant en gast en gastvrouw. Ja. Dat het hele comfortabele rollen zijn. Ja, precies. En dat het juist gaat, denk ik, om misschien een stukje gedragsverandering van de gebruikers. Nee, wat jij zegt, dat klopt helemaal. Ik heb laatst een blog geschreven over de zogenaamde rolloze ontmoetingen die je hebt als je gebruik maakt van Connecting Friends. Want als ik vanavond ga ik ook weer bij iemand logeren. En daar moet je het eigenlijk mee vergelijken, bij familie logeren. Ja. Want je kan je niet verschuilen achter een rol van hier ben ik en ik betaal jou, dus zorg maar dat mijn ontbijt op tijd klaar is. Dat kan niet. Ja. Want ik ben, ik kom gewoon als voor een ontmoeting. Ja. En we zien wel hoe het gaat. En daar zijn mensen huiverig voor. Dat noem ik dus een rolloze ontmoeting. Dan ben je gewoon jezelf. Nou, dat vinden sommige mensen erg eng, om gewoon zichzelf te zijn. Ja. En niet te kunnen zeggen, ik ben trainer, zus of zo, of ik ben betalende gast. Dat is allemaal een etiket en daar voel je je prettig bij. Maar als je al die etiketten niet hebt en je bent gewoon Marian, hier ben ik. Precies. Ik denk dat ook verschil kan zijn, is dat ik kan me voorstellen, als aanname, dat bij jullie de meeste mensen, in ieder geval de meeste mensen die lid zijn, dat ze zowel gebruiker zijn als aan de vraagkant, als aanbieder aan de aanbodkant. Ja. En dat is ook iets wat natuurlijk bij de platform volgens mij behoorlijk scheef ligt. Dat er mensen zijn die of heel veel gebruiken tegen betaling, of mensen die heel veel aanbieden. Nee, dat is heel goed dat je dat noemt inderdaad. Want dat is een belangrijk kenmerk wat Connecting Friends onderscheidt van bijvoorbeeld couchsurfing. Daar worden we vaak mee vergeleken. Daar lijkt het ook in zekere zin op, omdat je elkaar niet betaalt, hè, voor een overnachting. Ja. Maar het belangrijkste verschil zit hem erin, dat als je lid wordt van Connecting Friends, dan kan je gebruik maken natuurlijk van die mogelijkheden om anderen te ontmoeten. Maar moet het zo zijn dat je ook je eigen locatie op de kaart zet? Ja. En dat betekent niet dat je een prachtige logeerkamer moet hebben. Je hoeft zelfs niet eens. Je kan ook zeggen, ik word lid en ik vind het fijn als er mensen bij mij komen eten. Maar slapen hoeft niet. Het nadeel daarvan is natuurlijk een beetje dat als mensen op reis zijn, ze zullen jouw adres niet uitkiezen. Want ze kunnen niet bij jou logeren. Nee, dus dan heb je nog geen ontmoetingen. Nee, plus als ik kan me voorstellen, ook in ons vorige gesprek had je het over iemand die bijvoorbeeld een mooi huisje bij zee had. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat een stuk populairder is dan bijvoorbeeld mijn huis in het prachtige Houten. Ja, ik ken jouw huis niet, maar het is inderdaad natuurlijk, de locatie kan veel uitmaken. Ja.
Maar het is zo dat, stel jij bent lid en ik benader jou via de website. Mm-hmm. Ik zet je ook niet voor het blok door je te bellen. Dat je in één keer moet zeggen ja of nee. Je krijgt een mail en daar staat Marian Stoppelenburg wil graag komen logeren op die en die datum. En dan kan jij mijn profiel rustig bekijken. Als ik daar niks over mezelf verteld heb, dan denk je nou, dat weet ik niet hoor. Maar mm-hmm. als mijn profiel jou aanspreekt, je kan zien waar ik woon, je kan zien wie ik ben. Je kan mijn LinkedIn bekijken, je kan mijn Twitter bekijken als ik dat er allemaal opzet. Dan kan jij beslissen van, oh, leuk, kom maar. Ja. Maar je kan altijd zeggen van, nou, het past me niet. Ja. Je bent niets verplicht. Dus iemand op een populaire locatie hoeft echt niet bang te zijn dat hij overstroomd wordt door gastvrije reizigers. Want je kan ook in je profiel zetten, ik kan alleen in de weekenden en... hooguit 2 keer per maand of zoiets. Ja, maar het is helemaal aan jezelf. Zoveel ontmoetingen als je wil. En je gaf eerlijk ook aan, jullie hebben geen reputatiesysteem. Omdat je aangaf van elke, uiteindelijk vinden we het niet fair als je voor een gratis ontmoeting in ieder geval er een cijfer aan moet geven. Nee. Dat begrijp ik. Misschien zou het wel een idee kunnen zijn om toch een stukje wat meer zekerheid, /schijnzekerheid. Want wat is zekerheid in het leven? Ja. Andere discussie. Te geven. Dat je bijvoorbeeld laat zien van oké, deze persoon die heeft al een x aantal mm-hmm. mensen bij zich gehad. Ja. Dat je dan toch een soort van, zonder direct een oordeel aan te hoeven geven, mm-hmm. wel wat meer laat zien van oké, dit is wel iemand die, mm-hmm. die echt ook gewoon een trouwe gebruiker is. Zich daardoor ook misschien iets meer verbonden voelt met het gedachtegoed. Ja. Ik snap heel goed wat je zegt. En dat is een onderwerp wat vaak aan de orde komt. Mm-hmm. Maar we hebben heel bewust gekozen om geen ratingsysteem mm-hmm. in te voeren. En net wat je zegt, als je, zoals vanavond krijg ik een heerlijke maaltijd, weet ik zeker. Ik mag in een lekker bed slapen. Ik hoef niks te betalen. Ga ik geen cijfer voor geven. Klopt. Cijfers snap ik. En ook niet van dat adres heeft al zoveel gehad enzovoort. Doen we ook niet. En waarom niet? Omdat, net wat ik zeg, je betaalt niet voor een ontmoeting. Vind ik het niet te fair dat je daar een cijfer voor mm-hmm. geeft. En er is ook helemaal niemand die rijk kan worden aan dit systeem. Dus wij denken dat dit zichzelf selecteert. Mm-hmm. Dat mensen hier lid van worden die inderdaad dat voelen van ik sta open voor ontmoetingen. En ik geloof er ook in dat ontmoetingen de wereld mooier maken. En als je lid wordt, dan moet je toch echt... eerst je profiel aanmaken, van alles inzetten. Mm-hmm. Als je dat dus niet doet en je bent weet ik veel wat van plan, of je bent een naar persoon, zullen we dat maar zeggen. Mm-hmm. Waarom zou je dat al die moeite nemen? Mm-hmm. Je betaalt ook bij je inschrijving voor het eerste kwartaal die bijdrage van €5. Dus als je lid wordt, betaal je meteen €15 mm-hmm. voor het eerste kwartaal. Ja. Maar als we het dan toch over geld hebben, als iemand €15 betaalt en 1 keer of 2 keer of 3 keer bij een ander gaat logeren, mm-hmm. waar heb je het dan nog over? Ja. Hè? Financieren. Nee, precies. Nou, nee, daarom, dus wij denken, het is zelfs selectief. Het selecteert zichzelf, het systeem. Ja. Dus de mensen die lid worden, en daar hebben wij het volste vertrouwen in, en dat is ook het kenmerk van dit platform. In principe vertrouwen wij anderen, stappen daar mensen in die dat ook zo voelen. Ja. Ja. En daarom hebben we geen cijfers en ratings en dat soort dingen doen we er ook niet in. Wat er wel in staat, en dat is het enige waar je dan wat aan kan hebben als je een beetje een gevoel wil krijgen, is een pagina met testimonials. Daarin staan uitspraken van leden, van hun ervaringen tijdens ontmoetingen. Mm-hmm. En je kan natuurlijk ook altijd iemand benaderen en zeggen, ik wil eerst eens even met je telefoneren of zo. Vind ik leuk om even een telefoongesprek te hebben. En dan kan je ook wel een gevoel krijgen. Ja, plus maar ook gewoon accepteren dat een spontane ontmoeting kan heel leuk zijn. Maar soms kan er ook gewoon geen klik zijn. Ja. Dat is ook gewoon de realiteit, toch? Ja, maar weet je, stel je voor je komt ergens en je krijgt lekker eten, maar je merkt dat je elkaar niet heel veel te vertellen hebt. Mm-hmm. Kan gebeuren. Dan kan je toch ook zeggen, goh, wat is heerlijk en zomaar... Of je gebruikt een smoesje van ik ben erg moe, ik ga lezen op mijn bed. Of ik moet nog even werken, kan ik even daar wat doen op mijn laptop? Ja. Want dat brengt mij ook nog op een dingetje. Mensen denken van, oh, daar heb ik het veel te druk voor en ik werk nog. En zo zeggen ze dan, daar kan ik nog geen lid van worden. Nou, ik werk ook heel hard voor mijn eigen bedrijf. Maar ik gebruik dit systeem dus ook in combinatie met mijn werk. Ja. Want ik ben nu bij jou in Utrecht. Ik woon in Groningen. Morgen heb ik weer een training in Utrecht. Dus ik overnacht vannacht bij gastvrij reizigers in Maarsen. Ja.
hoef ik niet helemaal heen en weer. Hoef ik niet in mijn eentje in een doodsaai hotel van te zitten. Ja. En we weten wat dat kost, een nacht in een hotel. Ja. Dat heeft alleen maar voordelen. Ja. En morgen ben ik op tijd op mijn training weer in Utrecht zonder een lange autorit. Ja. Dus hoe druk je het ook hebt, het is eigenlijk alleen maar mooi. En de laatste vraag. Ja? Je gaf aan, jij en je partner Jan zijn dit begonnen uit ook een stukje. Duidelijk ook gewoon heel erg vanuit ideaal gestart en gerund. Mm-hmm. Maar ook om iets achter te laten voor het nageslacht. Ja. Het is natuurlijk wel een model wat... waar het heel mooi geen geld mee wordt verdiend, maar daardoor ook wat lastiger is om het ook overeind te houden. In de zin van natuurlijk aangeeft, gaat ook gewoon natuurlijk je eigen geld in. Mm-hmm. Heb je ook nagedacht over, misschien wat raar om het over de dood te hebben, heb je ook nagedacht, je idee is van om, het, om iets moois achter te laten voor het nageslacht, hoe je dit ook kunt neerzetten, kan ook even of via een stichting gaan, maar hoe je dit ook kunt blijven continueren, ook als jullie er niet meer zijn. Ja, zeker. He, voor de korte termijn, en laten we hopen dat we nog... ik ben nu 57 en Jan is 63. Dat wij nog minstens 20 jaar hiervan kunnen genieten. Mm-hmm. En het druk krijgen met het weggeven van al dat geld wat er binnen gaat komen. Maar in de loop van de tijd ook wel degelijk een constructie gaan ontwikkelen. Waarin andere mensen het beheer gaan doen van die fondsen en... de communicatie over de projecten en dat langzamerhand in de vorm van een stichting is een hele goede optie, overgaat op een aantal mensen die dat dan gaan runnen. Ja. En dat wij langzaam maar zeker alleen kunnen genieten van leuke ontmoetingen en reizen, totdat we er niet meer zijn, maar dat het systeem dan wel... En ons ideaal is dat het dan zover is dat je de hele wereld over kunt fietsen en elke avond bij een gastvrije reiziger kunt overnachten. Ja. Dat is een droom die we hebben. Ja. En dat kan je ook zien op YouTube bijvoorbeeld. Ja. Dat hebben we daar heel duidelijk neergezet. Ja. Ik dacht dat we even een linkje plaatsen onder de video. Ja. Oké. Okay. Ja. Hartstikke bedankt voor deze mooie ontmoeting. Ja, deze jij ontmoeting. Ook. Bedankt. En succes met verder het uitbouwen van jullie, voor jullie droom. Leuk. Ik ben heel benieuwd waar het over een jaar of twee zal staan. Ik ook. Dankjewel.